Vanaf gisteravond 8 uur mogen de exploitanten hun attracties opbouwen. De binnenstad van Tilburg is daardoor moeilijk bereikbaar. 240 attracties komen er. Een blikvanger is wel de Mission Space op het spoorplein. 80 meter hoog wordt die. Waarom bent u komen kijken? Om de nieuwste attractie te zien. Hè? Kijken hoe ze die weer ophouden. Hè? En zo blijven we aan de gang. Hè? Gaat u zelf ook 80 meter de lucht in? Nee, helemaal niet. Ik blijf wel op de grond. Nee. De Mission Space die gaat erg hoog. Die gaat zelfs nog hoger dan de Heuvelse Kerk. En we hebben op het Besselplein staan de Walking Balls. Staan er ook. Dan ga je dus zelf in een bal staan, in een grote bak met water. En door in die bal te lopen, loop je dan, zal ik maar zeggen, over het Besselplein heen. Dat zijn denk ik toch wel twee hele bijzondere attracties voor de kermis. Wij zijn even naar de opbouw komen kijken. Ja. Is dat leuk? Ja, zeker. Is dat leuk. En wel spannend als je die mannen daar bovenin ziet staan. Ik vind het best wel gevaarlijk. Dat zo voor de kermiswethouder breken er weer drukke tijden aan. Een dag als maandag komen er 300.000 bezoekers zijn er dan. Nou, om een voorstelling van te maken, dat is twee keer zoveel als bij de Nijmeegse Vierdaagse in het centrum van Nijmegen staan. Dus dan moeten we echt flink aan de bak om alles in goede banen te leiden. De kermis begint vrijdagavond om 7 uur.